Rijnsburgse Boys in het geel zwart en Excelsior Maassluis zijn de ploegen in vorm. Rijnsburgse Boys won 5 van de laatste 6 wedstrijden, Excelsior 4 van de laatste 5. En de ploeg uit Maassluis komt vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Moreno maakt hem in de 6e minuut. Vink kopt de bal door. Er is een glijpartij en Moreno is dan attent. En dan is het 1-0 voor Excelsior Maassluis. Kleiweg dan met Jongenele. Kleiweg houdt vast. Het is trouwens Van Ooyen die naar de grond gaat. De scheidsrechter Van den Eyck geeft Kleiweg geel. En Rijnsburgse Boys een strafschop. En er zijn geen protesten. En dat ziet Excelsior Maassluis. Je ziet veel te vaak bij overduidelijke strafschoppen wel protesten. En dit is de 1-1 van Wesley Goeman. De kapitein van Rijnsburgse Boys. Prima ingeschoten. Het is een derde doelpunt van het seizoen. Vink. Voor Excelsior. Dat één plaatsje hoger staat dan Rijnsburgse Boys. Kleiweg met de fout. Jongenelen is weg. En Kleiweg heeft geel gehad voor die strafschop. Mag dus niks doen. Doet ook niks. En Jongenelen die doet wel wat. Want die scoort. En die brengt Rijnsburgse Boys op 2-1. In de 35e minuut van de wedstrijd. Van de Middelboers feesten. 2-1 is de ruststand. Jongenelen. Goede combinatie. Jongenelen. Wat een fantastische actie van de spits van Rijnsburgse Boys. Had beter lot verdiend. In de extra tijd. Excelsior op jacht naar de gelijkmaker. En die komt er bijna. Maar Ringeling ziet zijn schot gekeerd in een melee van spelers. En dan is daar direct het eindsignaal. Rijnsburgse Boys wint en gaat over Excelsior Maassluis heen op de ranglijst.